Sinds medio februari is een groep van 8 studenten van de kunstopleiding Academie Minerva Groningen bezig in het natuurgebied De Onlanden. Door middel van onderzoek in het veld willen ze meer te weten komen over de geschiedenis van het gebied. De groep studenten is verbonden aan het project Researching Locality van Minerva. Ze gaan letterlijk op zoek naar verhalen vanuit het gebied. Dit onderzoek moet over 2 maanden resulteren in 8 kunstwerken. Er is een meisje die gaat een kaart maken, een routekaart waar allerlei wandelingen op te zien zijn. Een ander meisje gaat een project doen met foto's van mensen die ze hier in het gebied tegenkomt, die ze gaat interviewen. Er is een meisje die waarschijnlijk iets gaat maken over de herinneringen naar oma. Dus het zijn 8 heel verschillende projecten die hier straks te zien gaan zijn. Het grootste doel is dat wij een onderzoek doen naar dit gebied. Gewoon alles wat er is en op het moment wat er te doen is. En kijken hoe we het beter kunnen maken of hoe we er ons eigen proces van kunnen maken. En we hebben dan, iedereen heeft zijn eigen proces, een eigen onderzoek, een eigen doel wat ze willen doen. En mijn doel is persoonlijk, wil ik van de materialen die hier zijn, wil ik dan kijken wat ik daarmee kan gaan doen. Dus ik heb nu hier ook materialen in zitten. Ik heb al wat verzameld de afgelopen weken en dat heb ik versnipperd. Zodat ik er een soort van. Kijk of ik er een soort van verfsubstantie van kan maken. En dan het uiteindelijke doel is eventueel, als het lukt en ik alle materialen kan krijgen, om een soort portret van het landschap hier. Dat te kunnen omzetten naar een portret, maar dan van de materialen die hier te vinden zijn. Voor natuurmonumenten is het een uitgelezen kans om het gebied onder de aandacht te brengen. En bezoekers die meer willen weten over de geschiedenis van de onlanden naar de onlanderij te trekken. Ik hoop dat ze met dingen komen die wij zelf niet zouden kunnen bedenken. Dat lijkt mij het leuk. We hebben natuurlijk heel veel mensen aan de tafel, zitten in het bureau, we hebben internet, we zijn lekker aan de brainstormen met z'n allen. Maar nu hebben we een groep binnengehaald die een beetje los van ons staat. En ik hoop dat die vrije en creatieve geest hier een beetje loskomt. Wanneer moet het klaar zijn? Half juni zal er een expositie zijn hier. Voor iedereen toegankelijk? Ja, en dat moet op een creatieve manier gebeuren. Mensen die iets weten over het gebied of mensen die de expositie in wording willen bekijken, kunnen elke dinsdagmiddag van 3:30 tot 6:00 terecht in de Onlanderij. En dat is de boerderij van natuurmonumenten gelegen in Eelderwolde, aan de rand van het natuurgebied De Onlanden.